Met de Mojo Carton zijn deze dagen drie kleine marinevaartuigen uit Indonesië in Rotterdam aangekomen. De scheepjes die elk 45 ton wegen, zijn in de Indonesische wateren door de Koninklijke Marine direct na de oorlog gebruikt bij het mijnenvegen. Tevoren hadden ze in het verband van de geallieerde vloot dienst gedaan voor de Australische kust. Nadat de takels waren aangebracht, werden de vaartuigen één voor één door een grote drijvende bok van boord gehesen. Op de Mojo Carton heeft men met dit soort transporten de nodige ervaring gekregen, want nog niet zo heel lang geleden vervoerde dit schip op dezelfde wijze een aantal patrouilleschepen naar Indonesië. De drie boten die thans in hun element terugkeren, zijn bij de Koninklijke Marine in Nederland niet geheel onbekend, want sinds lang is een dergelijk vaartuig hier al in gebruik bij de hydrografische dienst. Van Rotterdam zullen ze binnenkort gedrieën naar Den Helder opvaren.